heb een goed gevoel bij Sparta gehad nadat ze geïnformeerd hadden en belangstelling hadden. En, dus dat ging allemaal vrij vlot. Ja, en waar komt dat goede gevoel dan vandaan? Want deze eerste seizoen zelf was nou niet bepaald wat ze hier op het kasteel ervan hadden verwacht. Nee, maar ik bedoel meer... Kijk, goede vriend Michel is hier ook sinds kort naartoe gegaan. En was eigenlijk wel tevreden over het niveau ook. En ja, verder ook gesprekken gehad met Sparta, wat me wel beviel. En ja, vandaaruit kan je een keuze maken. Ja, speelt hij, Michel Breuer, daar echt ook een grote rol in jouw komst? Is dat doorslaggevend misschien? Nee, dat niet. Alleen, kijk, als er iemand speelt die je kent, dan ga je wel informeren van wat gebeurt er allemaal, wat is dat voor groep en dat soort dingen. Dus hoe is het niveau? Nou, dat zijn wel dingen die je wil weten. Ik kan me voorstellen dat jij persoonlijk misschien wel uit bent op revanche, dat je dat in dit half jaar wil laten zien, wat je nog kan. Ja, in sportieve zin, hè. Dan wil je zeker nog wat laten zien. Kijk, ik ben 25 nu en ik heb niet het gevoel dat het op is. Dus ik wil graag laten zien dat ik nog van waarde kan zijn voor een ploeg. En ik hoop dat Sparta dan de gelukkige mag zijn. Ja, wij hebben jou meegemaakt bij Excelsior. Toen was je zeker van waarde. En eigenlijk waren wij in het Rijnmondgebied best wel verbaasd dat jij het vervolgens niet echt hebt gemaakt. Was die verbazing er bij jou zelf ook? Goed, aan de ene kant wel, aan de andere kant is het misschien ook wel weer verklaarbaar. Alleen, kijk, wat ik zeg, weet je, ik heb heel veel zin in en ik hoop zo snel mogelijk van waarde te kunnen zijn hier. En dan kan ik toch weer laten zien dat ik kan voetballen. Ja, want wat creativiteit op het middenveld, dat kan jij wel brengen hier. Dat hoop ik. Ik hoop dat ik dat naar behoren kan brengen en ja, dan zullen we zien waar we terechtkomen. Ja, jij hebt volgens mij tot het einde van dit seizoen lig jij vast. Hè? Is dat ook een bewuste keuze van jou uit? Dat zijn dingen waar je over praat en waar je over nadenkt. Dus laten we eens maar kijken na een half jaar hoe dat gaat en of we tevreden zijn. En dan staat alles nog open. Ja, je staat er heel nuchter in, maar dat begrijp ik. Ja, maar je verwachtingen zullen best wel hoog gespannen zijn, toch? Want ja, nou, een laatste kans is overdreven, maar dit is wel een moment dat je moet grijpen, toch? Nou ja, kijk, ik ben altijd wel nuchter in dat soort dingen. En ik leef van dag tot dag en ik moet het zelf laten zien. En daar ga ik keihard voor werken. En dat heb ik de afgelopen periode ook gedaan, alleen toen geen kansen gekregen. Erg teleurgesteld over en ook een soort van dat je wel revanchegevoelens hebt. Ja, waar komt het door dat je die kans niet hebt gekregen? Is dat sec blessureleed wat je ook hebt gehad of andere dingen ook? Nee, eigenlijk nauwelijks tot niet geblesseerd geweest bij NEC, dus daar lag het niet aan. En het zijn de keuzes die daar gemaakt zijn en daar kan je het mee eens zijn of niet, maar het gaat wel ten koste van je minuten.